In deze film willen we een demo laten zien van het koelend vermogen bij een brand van zowel hoge als lage druk. Het gaat hier om de zogenoemde knockdown die we geven als we een blussing uitvoeren. Deze film is bedoeld voor bewustwording door inzicht te geven in het koelend effect van hoge druk ten opzichte van lage druk bij gelijke omstandigheden. Het gaat hier niet om een wetenschappelijk onderzoek. De brand is gemaakt in een gecontroleerde omgeving. We hebben hiervoor een C-container gebruikt waarin houtpellets en zachtbord zijn geplaatst. Het brandvermogen van deze brand is ongeveer 5 tot 8 megawatt. In de container bevinden zich een aantal thermokoppels die als doel hebben de temperatuurdaling te laten zien. De koppels zijn op verschillende plaatsen aangebracht. Thermokoppel 1, 2 en 3 bevinden zich direct achter de brand en thermokoppel 4, 5 en 6 bevinden zich achter in de container. We beginnen de demo als de brand zich al aardig ontwikkeld heeft. De grafiek geeft heel duidelijk aan dat de temperatuur zich snel opbouwt. Bij ongeveer 6,5 minuut vindt er een blussing met hoge druk plaats, zo'n 100 liter per minuut. Je ziet dat de temperatuur zakt, maar er blijft nog genoeg warmte in de ruimte zitten waardoor de temperatuur weer snel kan oplopen. Nu gaan we een blussing doen met lage druk, zo'n 500 liter per minuut. Aan de grafiek kun je zien dat de temperatuur behoorlijk naar beneden zakt. De meting achter in de container loopt zelfs bijna terug naar 30 graden. Het koelend effect van lage druk is groter, want de temperatuur stijgt niet zo snel als na een blussing met hoge druk. De omstandigheden in de ruimte zijn sterk verbeterd. Laten we nogmaals naar de blussing met hoge druk kijken. Op de warmtebeeldcamera is goed te zien dat de temperatuur zakt, maar deze blijft na blussing nog altijd rond de 400 graden. Wanneer we nog een keer kijken naar de blussing met lage druk, is duidelijk met de warmtebeeldcamera waarneembaar dat de temperatuur zakt, ook achter in de container. Met deze demofilm hopen we een bijdrage te leveren aan een veiliger, effectiever en efficiëntere brandweeroptreden. Zorg zo snel mogelijk voor voldoende water direct op het vuur. Waar kies jij voor? Stop en denk na. Wil je meer informatie over deze technieken? Kijk dan eens op IFV Kennisplein bij Lectoraat Brandweerkunde. Daar vind je de publicaties over dit onderdeel.